Het nieuwe ministersteam gaat werken voor het volk. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan tijdens de beëdiging van de ministers op het Onafhankelijkheidsplein. Hij wees het nieuwe ministersteam erop dat zij niet uit het oog moet verliezen dat zij gekozen is door het volk. Hij herinnerde de pas beëdigde bewindslieden aan de belofte die zij hebben gemaakt aan het volk. Dat is volgens de president de samenleving te helpen uit de crisis. Hij geeft mee dat het gehele regeerteam samen zal werken aan het lenigen van de noden van de samenleving. Samen met het volk gaan we regeren. Wij zijn een volksregering. We gaan blijven communiceren met het volk. En als we dit mandaat krijgen van het volk, dan moeten we dat ook plaatsen tegen de achtergrond van in welke situatie het land verkeert. Ja, we verkeren in een ernstige crisis. We verkeren in een zeer ernstige crisis. En dat is dat vertrouwen wat wij van het volk gehad hebben om hun uit de crisis te halen. En dat vertrouwen, dat moeten wij niet beschamen. Niet als regering, niet als regeerteam, maar ook niet als individuele lid van het regeerteam en ook niet als lid van de ministerraad. En dat is wat u ook elke dag moet doen, zoals ik dat als president ook ga doen. Alles wat u gaat doen, gaat u bij uzelf te raden. Is dat goed voor land en volk? Verder haalde Santokhi aan dat de samenwerkende coalitie groot mandaat heeft gekregen van het electoraat. Er is volgens hem daarom geen tijd te verliezen. Santokhi benadrukte dat er samen met het volk geregeerd moet worden. Omdat wij bij het aangaan van de coalitie duidelijke afspraken met elkaar gemaakt hebben als coalitietop. En dat is namelijk dat wij gaan regeren op basis van eenheid in leiderschap, op basis van eenheid in bestuur en op basis van eenheid in beleid. En dat de regering van het volk is en dat de regering van de totale coalitie is. En dat de ministeries geen politieke huizen zijn van politieke partijen. We gaan samen regeren. We gaan samen het beleid uitvoeren. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak gisteren tijdens de beëdiging van het nieuw ministersteam op het Onafhankelijkheidsplein.